Eerst antwoord. Daarna mag de rest komen. Niet spieken. Het maakt niet uit als ik thuis kom van een lange dag hard werken. Of laat in de nacht naar mijn wilde single life. Een van mijn guilty pleasures is dat ik altijd eindig achter YouTube. En dan kijk ik naar family vlogs of couple vlogs. Waarin Black Love wordt gerepresent. Zo stuit ik op de video's van dit mooie Surinaamse koppel. Kimberly en Cyrano. Welkom in Kimberly's Love Line, man. Leuk dat jullie er zijn, man. Dankjewel. Dat jullie me hier komen zegenen met jullie Black Love. Hey, it's a beautiful thing. Felicitaties zijn op zijn plaats. Om twee redenen. Je bent zwanger. Yes. En omdat ik een nieuwe fan ben van je video's, weet ik dat het een jongetje is. Want je hebt de hele reveal party. Klopt. Helemaal van nu, hè? Reveal party hoort erbij. Yes. En tweede waarmee ik jullie moet feliciteren is dat jullie al 10 jaar samen zijn. Zie je ook jullie volg. Je volgt. Je volgt. Hey, gefeliciteerd daarmee. Ja, thanks. 10 jaar onafgebroken. Ja. Ja, weet je zeker? Weet hij dat ook? Ja. Oké. Okay. Ja, zeker. Geen breaks? Nee. Geloof je überhaupt in breaks? Ik niet. Nee? Nee. Kan je je voorstellen dat mensen breaks nemen en zeggen van, hey, we gaan even uit elkaar? Ja, kan me wel voorstellen, maar dan is het niet... dan is het om je lusten misschien te lossen. Serieus, ik zeg je eerlijk, als ik in een relatie zou zitten, ik kan me er niets bij voorstellen, want een break is stop. Ja, maar dat is het als je nog iemand hebt of ziet. Ja. Dan is het een break voor jullie, zou ik zeggen dan. En dan ga je daar nog even snoepen, zeg maar. Uh-huh. En als dat klaar is, dan kan je weer verder. Dus dat klopt niet, want je kan niet verder gaan daarna. Nee, ja, ik zeg altijd... ik heb een afstandsbediening en even een stopknop en een playknop. En geen pauze. Nee. Ja. Je hoort wel eens dat iemand dan zegt, hey, ik heb ruimte nodig. Hey, they call the space you need. En blijf weg. Maar jij gelooft er dus ook absoluut niet in breaks. Nee. Dat kan werken. Ja, ik geloof wel in ruimte nodig hebben. Als in, jij slaapt op de bank, ik slaap op bed. Maar niet dat jij bij je moeder gaat slapen of bij je broer of wat dan ook. We blijven gewoon in dezelfde ruimte. En dan kan je ademen, hoef je niet bij elkaar te slapen als dat niet nodig is op dat moment. Maar Je gaat niet uit het huis of zelf een dag gescheiden. Nee, we blijven want precies wie weet wat er dan allemaal gebeurt. Precies. Hij weet wat er allemaal gebeurt. Hij beschreef het goed, hè? Andersom. Hey, maar gefeliciteerd daarmee, man. Hoe kom je zo ver dan? Young couple, 10 jaar. Is het zo gebeurd en opeens zijn jullie 10 jaar verder? Nee, zeker niet. In het begin, ik zeg nu, hoe we wat langer met elkaar samen zijn, gaat het wel wat makkelijker. Want nu is het gewoon, dit is gewoon wat het is en dit is het gewoon. Maar in het begin was het wel lastig, want ja, hoe oud waren we toen? Ik was 17. Jij was 18 of 17. Nee, ik was 18 geworden toen. Ja, ik was 17. Sorry? Ik was 17. Oh, jij was 17. Ja, ik was ook. We waren samen 17 en ik was 18 geworden. Ja. Jij was 17, juist. En toen was hij nog 17? Ja. Dus you got your toy boy eigenlijk. Nee, just kidding. Maar zo jong, oké. Ja, we waren best wel jong. En ja, in het begin, ja, toen ik 17 was, ik was heel jaloers. Ik ben nog steeds jaloers, maar vroeger was ik echt heel jaloers. Maar toch is het... Sip in. Maar het is gewoon echt belangrijk dat je elkaar gewoon wel de ruimte geeft als in... Ja, voordat ik met hem ging, had ik gewoon mijn privéleven met mijn vriendinnen. En ik had gewoon mijn eigen leven naast Cyrano, zeg maar. Hij had zijn leven met zijn vrienden. En waar het vaak misgaat is wanneer mensen met elkaar samen zijn, dan zijn wij samen. En nee, je gaat niet met je vrienden chillen. Nee, je gaat niet met je vriendinnen. Geef elkaar gewoon wel die ruimte en laat elkaar gewoon lekker doen wat we deden voordat we met elkaar gingen, zeg maar. Maar voor jou, je was ook jong, hè? Je zei in het begin was je jaloers, 17 jaar, dat hoort er dan wel bij. Is dat helemaal verdwenen? Is dat helemaal verdwenen? Dat jaloers, hè? Nee, dat kan nooit verdwijnen. Ik denk dat het voor 75% wel. Maar je moet jaloers zijn als je ook verliefd bent. Ja, toch. Ik denk, hoort er een beetje bij. Wel op een gezonde manier. Ja, daarom. Ja. Waar word je jaloers op? Waar ik jaloers op word is, zeg maar... ik kan me nog wel echt van die nachten herinneren. Ik kom thuis en dan zegt hij dan bijvoorbeeld van... Ja, ik ga vanavond uit. Ik had je gisteren gezegd, maar had helemaal niks gezegd. En dan opeens... nieuwe schoenen gaan aan, outfit gaat aan. Mijn dure parfum die ik voor hem heb gespoten, wilt hij spuiten. Helemaal als kraanwater over zijn lichaam. Dan kijk ik van, hè? Oké. En dan... Ja, echt.
En dan... ja, het ligt er eigenlijk ook aan haar. Hij heeft leuke vrienden. En hij heeft, ja, om het maar zo te zeggen... Mocho vrienden. Hij heeft gewoon mocho vrienden. En het ligt er aan... Hij weet ook gelijk over wie. Hij weet allemaal over wie hij weet. En als hij met bepaalde vrienden omging... dan dacht ik gewoon van, jongen, ga gewoon. Maar bij sommige vrienden dacht ik echt van... moet ik nu mijn vriendinnen gaan bellen en ook gaan? Of moet ik hem gewoon laten gaan? Zo jaloers was ik, zeg maar. Maar 10 jaar verder... hij heeft zich bewezen, toch, Cyrano? Ja. I got you. Hij heeft zich bewezen, toch, 10 jaar verder? Zeker, ja. Hey, is it beautiful thing? En jij, kijk, zij deed gewoon openlijk, zeg maar, een soort van floorverhaal. Zij is te jaloers. Heb jij iets waarvan je zegt van, hey, in die 10 jaar kan ik zeggen van, misschien ben ik dit te veel of dit te weinig? Dit te veel, dit te weinig. Vrouwen zeggen, Cyrano is perfect. Nee, maar sowieso niet. Nee, ik probeer gewoon open te zijn vooral. Dus ook wat ze zegt, kijk, ik kan uitgaan, maar als ik uit ben geweest, kom ik altijd naar huis. Sowieso. Ja. Dus niet van, ik ben die is hotel, die is, dus kom wat later. Ja. Ik wil gewoon altijd thuis komen. In ieder geval die bevestiging van, oké, hij is thuis. Of het nou 3 uur is, of 5 uur, 6 uur. Ja. Maar dat lijkt me gewoon belangrijk, van, je komt naar huis, dat ze weet van, oké, hier is het goed. Ja. Maar ja, perfect. Ik heb altijd mijn min dingetjes, sowieso. Maar hoe lijkt het dat je het stiekem leuk vindt wanneer ze jaloers doet? Nou, dat is altijd leuk, toch? Dan weet je dat het nog goed gaat, weet je? Het is goed voor je ego. Ja. Kijk, als je weet van een vrouwtje is jaloers, dan weet je dat ze om je geeft. Juist. Snap je? Ja. Dan weet je dat ze om je geeft. Mm-hmm. En stel je voor, je gaat uit en zegt, ja, is goed. Zeg niks meer. Dat klopt niet. Precies. Wat gaat zij doen als ik weg ben? Inderdaad, dan gaat het alweer draaien. Dat is, daarom, het is goed dat je die jaloersie ziet. En ik ben ook gewoon jaloers, dat weet zo. En daar moet je dankbaar voor zijn, want blijkbaar heeft ze het al vroeg laten zien, vroeg in de relatie. Dan weet je gelijk, want ik zeg altijd, dan weet je gelijk met wat voor soort crazy je hebt te maken. Ja, ik heb genoeg gehad. En het is aan jou om te zeggen van, ik kan met dit dealen. Of ik ga hiermee dealen. En je leven nog lang en gelukkig. Zal ik je eentje vertellen? Nou, graag. Ze zitten erbij, hè? Deze was echt een toppunt. Gewoon, ik ging uit, dus ook toevallig, volgens mij als het de R. En we waren gewoon met 3 matties volgens mij. Ze waren gewoon aan het flexen, rustig. Hij is dan, dus ik heb een bepaalde vierie. Dus ik voelde van, iets gaat gebeuren binnen een paar seconden. Dus ik kijk zo. En er is 1 ding dat ik altijd heb, hè. Ja. Ik zie haar altijd eerder als ze in dezelfde club is dan zij. Nee, dat is daarna. Oh. Dus ik zie haar altijd eerder dan zij. Toen kwam ik haar. Maar ik zie haar altijd eerder dan zij bij een visser. Zeg maar. Ja. Ik was aan het checken zo. En zij zal niet uitgaan, niks. Dus ik chill opeens. Hij zegt, ik voel gewoon iets aan deze kant. Dus ik kijk naar boven. Zie 1 prullenbol staan zo. Ik denk, nee. Maar ze zal niet uitgaan, niks. Dus ik kijk gewoon die vissa. Ik ben er ook. Wat gebeurt hier? Met 1 doel, alleen checken. Gewoon kijk, wat gebeurt er hier? Ze had niet geappt, niks, hè. Dan weet je van, oké, dit gebeurt, hè. Ja, en dat was vroeg in de relatie? Jawel. Het was vroeg in de relatie. 20 of zo. Sorry? 3 jaar, zeg maar. 3 jaar geleden? Nee, toen ik het zeggen. En jij dacht, je keek zo naar boven, je dacht, hey, nou was ziek is aan. Ja, maar weet je toch. Milo Ben. Hou van. Hier hou ik van. Nee, maar dat zijn die zijn leuke voorbeelden, man. mooi. En zie je wat is gebeurd? Hij heeft nog steeds geen flow opgenoemd. Maar oké, die is er dan niet. We gaan wel zeggen, die is er niet. Nee. Heeft hij, en niet zo zwaar, maar heeft hij een flow dat je zegt, van dat kan meer of dit kan minder? Dan moet dat jouw vraag inderdaad. Ja, beter. Dit kan meer, dit kan minder. Of dit mag minder. Of zijn het alleen die 3 mochomaties van hem die hij minder vaak kan zien? You know who you are. Dit kan meer, dit kan minder. Gewoon algemeen. Hey, het is er gewoon niet, hè? Gewoon algemeen. Het is er gewoon niet. Algemeen, ja. Noem een voorbeeld, misschien dat je er dan kan helpen. Nee, maar volgens mij is het er niet. Want nu ben ik dingen aan het forceren. Die handen niet wakker worden. Nee, precies daarom. Hey. Nee, het is oké. Oké, is een beautiful thing. En daarom zijn jullie 10 jaar verder. Ja, onder andere ook. Ja toch? En hoe oud is jullie oudste? Want jullie hebben een zoontje al. Ja. Oud zij? 2,5. Hoe heet die? Genoa. 2,5, mooie naam. 2,5 Genoa. Dat betekent dat jullie 7,5 jaar... gewoon elkaar hebben gehad. Mm-hmm. Wat een good thing is. Ja. Dus dit is weer een hele nieuwe fase van jullie lobby. Mm-hmm. Ja? Hoe voelt dat? Laten we ook met Genoa beginnen. Het is een nieuwe fase inderdaad. Sowieso, als het ze zegt. Je bent meer thuis ook. Je wordt automatisch wat volwassener. Mm-hmm. Minder naar vissa's, minder snel iets doen. En ik zeg, ja, Genoa heeft je alleen maar beter gemaakt, man. Hij heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Hij heeft
hij is vol energie. Ja. Dus hij is altijd happy. Slimme jongen ook, hè? Ja. Yeah. Al zeggen we het zelf, maar... Ik zeg het. Ik denk dat Conboy is een slimme jongen. Ik wil dat die lijn doortrekt. Maar hij is leuk, man. Hij brengt alleen maar plezier en leuke dingen met ons. Dus ja. Maar, los van de leuke dingen, zeg maar, wat wel heel belangrijk is, waar het vaak misgaat bij koppels, dat ze op dat moment dan alleen maar ouders zijn. Het is ook heel belangrijk dat je ook nog wel gewoon man en vrouw bent en nog wel gewoon leuke dingen blijft doen. Ja. En vlak na Genoa was er corona, dus konden we niet veel. Dus we waren echt heel veel op elkaars huid, op elkaars lip. En... Mijn visa gepakt. Festival. Ja, één feestje. Maar jullie waren van het feestjes daarvoor? Vooral, Ja. We gingen wel eens samen. Ja, niet heel vaak, maar we hebben wel eens samen gestapt. Ja, zeker wel vaak. Wel vaak, ja. Hé, maar dat is ook een winning ding trouwens, hè, volgens mij. Dat jullie doen apart je ding. Ja. En dan ook af en toe samen. Dat apart en dan bij elkaar. Ja. Ja, en dan toch komt ze, hè? Niet altijd, je denkt dat je apart bent. Staat ze daar. Wie is die fine ass krullenbol? Hey, wait a minute. Het is mijn vrouw. Echt waar, ja. Is a beautiful thing. Nee, maar dus, dat is mooi. Jullie hebben dus 7 jaar gehad voor jullie zelf, zei ik. Dus het is een mooie timing als je het mij vraagt hoe ik het zo hoor. En dit is vers, dus met kinderen. En dan komt er nog eentje. Ja. Hele dag zijn jullie corona aan het vieren, zeg maar. Maar dat is belangrijk wat jij zei. Mm-hmm. Want het kon links gaan en rechts zijn. Want corona is waar je... De corona-periode is waar we onszelf tegenkomen. Mm-hmm. Ik weet niet hoe het is om met iemand in een huis te zijn verplicht. Ik weet dat niet, gelukkig. Maar jullie hebben dus meegemaakt. Maar liefde is gegroeid, zei een van jullie net. Juist, in die periode. Ja, je bent mee tot elkaar getrokken. Je hebt eigenlijk geen keuze. Je bent gewoon met elkaar. Het is niet van, ik ga even met mijn vriendin een drankje doen. Of ik ga even met de jongens voetballen. Je bent echt gewoon met elkaar. Dus wij hebben het... Ja, voor ons is het eigenlijk wel heel goed uitgekomen eigenlijk, deze corona. Ja, ze elkaar beter leren kennen? Ja, we kennen elkaar al. Jij zei dat trouwens niet. Jij zei het komt door jullie zoontje. Ja, die heeft jullie dichterbij gebracht. Ja. Dat is wat je zei inderdaad. Ja. En leg dat uit. Hoe ziet dat eruit dan? Waarom heeft hij jullie aan? Wat herken je dan? Gewoon beter communiceren sowieso. Ah. En kijk, we werken allebei en ik sport ook. We waren ook weinig thuis. Ja. Dat is wat ze zegt, we zijn nu meer met elkaar samen. Ah. En door Genoa ben je vaker thuis. Want ja, als ik klaar was met sport bijvoorbeeld, ging ik misschien nog naar boven even drinken, chillen. Nu ga ik gewoon naar huis, want ik wil hem zien. En als ik hem zie... Is zij dan natuurlijk ook daar. Dan ga je chillen, samen spelletjes doen, dingen bouwen, weet je. Ja. Samen voorlezen, anders dingen. Dan, ja, ik word toch weer hechter eigenlijk. Dat was al het plan, binnen 3 jaar, zeg maar. Ja, het plan ook. Het loopt gewoon volgens plan ook. Ja. Dat is dood, man. Dat hoor je weinig. Nee, we wouden niet, zeg maar, Genoa hebben en dan na 6 jaar weer een kind. We wouden gewoon dat hij gewoon lekker met zijn broertje... Ja, hoeveel kinderen staan op het plan? Kijk, ik heb altijd gezegd, ik wil max 5 kinderen. Max. En minimaal? Minimaal 3. Oké. Okay. Ja. Jij? Wat voor minimaal idee heb jij daarbij? Ik zei minimaal 3. En? Die max, ik kan me vinden in 5, zeg maar. Leuk man, dat jullie daar in ieder geval op 1 lijn zijn. Je hebt dan je oudere zoontje. Ik zei al, Strana Love. Leer je kind Surinaams? Jij hebt een nieuw woordje geleerd. Oh ja. Wanneer hij iets niet van ons mag, zegt altijd hi, bye. Gewoon dat soort kleine dingetjes. Ja, gewoon de kleine. Ik ben wel Surinaams opgevoed, maar mijn moeder heeft wel altijd Nederlands tegen ons gesproken. Mm-hmm. Ik heb 2 jaar in Suriname gewoond en daar heb ik het eigenlijk echt geleerd door mijn oma. Want ze sprak gewoon Surinaams, ook Nederlands. Yeah. En... Ja, want mijn moeder is zo'n moeder die 24/7 belt, Surinaams. Ja. Dus daar pak ik alles eigenlijk, daar heb ik alles hier opgepakt. Vind je dat belangrijk? Dat je kind Surinaams... Jawel. Tenminste verstaat? Ja. Want het heeft natuurlijk een geschiedenis waarom heel veel Surinamers niet Surinaams spreken met hun ouders. Of met hunzelf. Dat heeft te maken met... Het werd gezien als niet netjes. En, wat bullshit is natuurlijk. Ja. Maar ik hoorde laatst bijvoorbeeld een verhaal van... mijn moeder, laatst is eergisteren, zei mijn moeder... Ja, die oom, vroeger als die kinderen thuis kwamen, zei ze... Ben je gek geworden? Je komt hier met die negertaal. Ik zeg, luister, als ik naar Suriname ga...
koseng, mekakiseng, kasreven. Want het is een bullshit natuurlijk, maar ze weten niet beter. Maar daarom stel ik die vraag, wij zijn een nieuwe generatie en kunnen daar wat aan doen. Maar je leert hem in ieder geval de juiste woorden. Hij kan zich al uit van, ai, baya, mama. Nee, je moet je roots, je moet weten waar je vandaan komt. Dat is wel zeker, En vind jij het belangrijk? Ja, sowieso. Ik heb thuis al heel veel Surinaams gesproken. Surinaams, Engels, Nederlands eigenlijk. En we leren gewoon waar we kunnen. Leren hem een beetje. En bepaalde boekjes ook. En als dat kan, gewoon direct naar Suriname. Gewoon even van, hoef eventjes weten wat hier aan de hand is. En in die leuke video's van jullie zie ik ook dat jullie op reis zijn geweest naar onder andere Suriname. Dat is ook waar je elkaar kan tegenkomen. Hè? Van, hey, dit is geen leuke reispartner. Ja, nee. Alleen. En nou? Toen was je... Nee, we waren samen naar Amerika gegaan. Ja. Was oh, jij was niet mee naar Suriname. Oh, ze was alleen in Suriname. Piep, 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 piep. Hè? Miste je hem? Jawel, altijd. Ja, altijd, maar het was gewoon zo leuk. Dat leuk ik hoefde hem eigenlijk niet te missen, maar... Ja, je bent zo gewend om elke dag met elkaar te zijn. Als je dan in de avond niet meer met elkaar bent, dan mis je elkaar wel echt. En het vervelende was, als toen het in Suriname avond was, dan was het volgens mij 4 uur, 5 uur 's ochtends of zo. Dus je kon hem niet even bellen of zo, door het tijdverschil. Dus dat was wel... Jawel. Ja. Maar het hielp dat ik druk was. Werk, voetbal. En dan kwam ik later thuis, toen had zij dan ook de dingen gedaan. Ze maakte veel reis ook in Suur. Dan is het beter dan als ik echt thuis alleen zou zitten. Gewoon, wat doe je? Weet je, dan ga je echt iemand missen die hele dag daar of in die hoek staat. Dan is het anders, maar ja, zoals dat doen. Dus jullie reizen samen, hebben genoeg tijd gehad met elkaar. Nu komt de fase van kinderen. Wanneer was het moment dat je wist van... Ik ben verliefd op deze jongen. Ja, kijk, dit is heel grappig. Dit is echt weer zo'n verhaal. In het begin moest ik niks van hem weten. Helemaal niks. Niks. Hij was gewoon... Ja, ik... Was vervelend. Ja, hij was gewoon echt een vervelende jongen. Wacht. Ik ga anderen er tussendoor zetten en dan wil ik hierop terugkomen. Gewoon om de volgorde en de tijdlijn te laten proppen. Wie heeft wie gezocht? Wie heeft wie gevangen? Sowieso. Hoe niet? Want ze zei al, ze moest niks van je weten, maar je hebt toch iets gedaan. Ja, dat wist ik ook. Waardoor we nu 10 jaar verder zijn met twee baby's. Jawel. Hoe ging dat dan? Hoe zag dat eruit? Ik kwam hem wel eens tegen. Ken je Mambo in Almere? Ben je daar wel eens geweest? Heb ik van gehoord. Ja. Nooit geweest. Ja, daar, dat was echt... Is dat midden in het centrum? Ja, de grote markt, dat was echt de place to be. En daar was hij heel vaak met zijn vrienden, maar ze waren druk. Daarvoor al. Eindelijk, al die dingen daar. Nee, maar toen zag ze jou niet. Ik zag je niet. Heb ik ook een mambo toen? Jawel. Toen zag ik hem altijd met vrienden en zo. Ik dacht echt van, oh my god, deze jongen is echt druk. Vervelend. Oh ja? Ja, maar we gingen wel gewoon met dezelfde vrienden om. Hij ging met jongens om die ik ook kende. Dus af en toe was het wel van, hey. Maar dat bleef ik... Dus op een gegeven moment had ik een vriendin. En zij had een relatie met zijn beste vriend. En op een dag gingen hun naar de bioscoop. En hij zei van, hey, neem mijn vriendin mee. Dus toen stond hij daar opeens ook bij met... Ja, ik was met mijn vriendin en hun waren echt met 4 jongens. Ik dacht echt, maar wat is dit? Hoezo komen jongens met 4 jongens? Ik snapte dat gewoon echt niet. Maar ja, in ieder geval waren we naar de film gegaan. Daarna gingen we gewoon in Vondelpark chillen. En toen keek ik, ik ging hem gewoon echt observeren. En dacht van, hij is eigenlijk best wel leuk. En toen gingen we... Maar wat was het activiteit op dat moment? Details zijn belangrijk in deze shit, hè? Wat was dus dat moment dat je zei, hij is eigenlijk best wel leuk. Wat gebeurde daar? Zijn humor. Was zijn humor? Ja, zijn humor. Hij was echt... Hij wil het ook weten. Ja, hij zit echt in de volgende keer te luisteren. Wat was het? De dingen die hij zei waren gewoon echt heel grappig. De manier hoe hij zich kleedde. En de manier hoe hij naar me keek. En de manier hoe hij me behandelde. Ik dacht echt van... Hij is echt aardig. Hij is echt een gentleman eigenlijk. Okay. En toen hadden we pinks verwisseld. En toen gingen we individueel met elkaar afspreken. De eerste keer? Volgens mij een weekje of zo. Toen kwam ik je halen, toch? Oh ja, toen kwam hij me ophalen met zijn broer.
En, maar even, wat was dat broer-idee? Zo van, hey, ik ben veilig hoor, het is al goed. Nee, ik moest naar Almere, naar Amsterdam. Nou, wel een train maken met één dikke auto. Oh, dat was zo. Ik moest naar daar, zeg maar. En hij vroeg me, wat ga je doen? Ik zei, ik ga naar Ali. Dit is een veilige omgeving, hè? We praten heerlijk. Hij zei, ik breng je wel. Ik dacht van, ja, dat is nog beter. Ja, daar kom je ook. Dat is nog beter, toch? Ja. Ja, dus toen gingen we gewoon met elkaar praten. En toen dacht ik van, hij is echt leuk. Maar ik wou gewoon niet toegeven. Want ik dacht, nee, hij is toch vervelend. Maar uiteindelijk voelde ik zijn vibe. En gingen we steeds vaker afspreken. En ik merkte echt dat ik echt een beetje, ja, niet verslaafd was aan zijn aanwezigheid. Maar ik merkte gewoon van, ik moet echt met hem. Fijn om bij hem. Ja, ik moest hem echt bijna elke dag zien. Op een gegeven moment ging ik ook naar zijn voetbal, trainingen zelfs. Waar ik was, was hij. Waar hij was, was ik. We waren gewoon elke dag samen. Mensen, ze noemden ons nog net geen plakband. Het was echt erg. Maar was het toen al gezegd van, hey, de zoenen. En was het al van, hey, we willen iets doen hiermee. Los van, ik vind het leuk om met elkaar te zijn. Laat me het aan jou vragen, want mannenversie komt zo. Dus het was niet gelijk zoenen. Dat was echt pas na 3-4 weken. Dus het was gewoon eerst, ik vind het gewoon fijn om het leuk. Ja, we waren gewoon met een groepje. En dan iedereen had gewoon zijn partner, zeg maar. En wij waren ook samen. En op een gegeven moment dacht hij van, iemand zei volgens mij van, is dat je wifey? Maar ja, hij was nog niet mijn vriend. Maar op een gegeven moment vroeg hij me van, Kimberly, zou je misschien een relatie met me willen? En dan ging ik, oh my god. En toen zei ik, is goed. Hey, een boel schattig. Ja, en toen, dat was ook gelijk. Ik heb weer verkering met Ja, mij. Echt hoor. Ja, maar echt zo schattig. Ze weet alles. Maar het heeft gewerkt. Het heeft gewerkt, ja. Ja. Oké. En jouw kant voor het verhaal. Ja, mijn kant is eigenlijk heel anders zelfs. Nee, uit een mannenblik, zeg maar. Want zoals ze zegt, kijk, ik ging dus vaak naar Almere uit met de jongens van mijn buurt. Ja. En ik zag dat van bijna altijd, zag ik er ook op dat feest. Dus ik ging altijd van, ja, maar dit gaat sowieso wat worden, weet je? Oh, ja, hij stelde van, deze gaat het worden, hoe en wat. Je liep achter. Dat zeg ik, je liep al laag achter. Je kan sowieso twee matties van me vragen. Was ook een keer in Gein, zag ik dat lopen. Toen zei ik van, daar, die was van mij. Dat was 2009 of zo. Ja. Zei ik dan van, ja, die was van mij sowieso. En toen kwam dus een beetje dat wat zij vertelde, van Mattie van me ging daten met de andere chickie. Ja. Toen zei hij, wat ga je doen, kom je? Toen zei Kimberly, kom. Zei wie? Kimberly. Ja, Kimberly van, oké, ik ben er. Houd je fixen, heet het. Ja. Is het eens belangrijk? En toen begon het gewoon echt van, jij kwam daar. Zeg maar, oké, dit is toch echt die Kimberly waar het om gaat. Ja. En dan is het gewoon, je moet alles in de strijd gooien om... Mm-hmm. Om echt gewoon binnen te komen en die lijn door te trekken. En jouw ammunitie was humor, hoor ik. Ja, kijk, dat hoor ik wel van haar nu, om het zo te zeggen. En ik was gewoon mezelf. Weet je probeert wel een beetje zeg maar, de beste kant van jezelf te zijn. Standaard. Ik ben gewoon mezelf en ja, ik ben een guy met humor. En ze zegt, ja, hij kan me goed gedressen. Ik doe ook mijn best om me gewoon goed te kleden. Ja. Het zijn leuke complimenten. Ja. Maar voor mij ging het gewoon om, ik moest haar gewoon hebben. Zo simpel is het. En... Ik wilde dat in 2009 al, maar toen had ik nog een... ik zat nog vast en zij zat ook vast aan iemand. Ah, dus ik kon niet gaan, weet je, dat kan ook niet van... dus ik zat gewoon te wachten op dat... wanneer gaat dat deurtje open? Kan ik even piepen, weet je? Ja. Ja, en dan als je gewoon je tijd neemt, dan gebeurt het waarschijnlijk. Dat brengt mij naar het volgende. Hè? Want in Gilly's Love Line haal ik uit de miljoenen quotes die er zijn... elke week eentje tevoorschijn... om hem te onderstrepen of te ontkrachten van nee, bullshit. En dat wil ik dan samen doen met mijn gasten vandaag. Want ze zeggen, je levenspartner hoeft niet per se je soulmate te zijn. En je soulmate hoeft niet per se je levenspartner te worden. Wat denk je daarvan? Well, laten we zo beginnen. Is zij je soulmate? Denk erover na. Ja. Kimberly, is hij een soulmate? Ja. Soulmate? Ja. Had je alle antwoord klaar? Ja. Het is wel zo? Je gaat niet gewoon mee in shit. Nee, ik had even na te denken van... Je mag eerlijk zijn hoor. Nee, ik zou meer zeggen van, wat is dan een soulmate? Hoe? Nou, die quote die ik wil tackelen of zeggen van dat is waar, daar gaan we dus nu achter komen, is van... als je een levenspartner hebt,
is dat niet meteen gekoppeld aan, denk ik dan van, oh, en dat is mijn soulmate, omdat dat leuk klinkt. Het kan ook zijn dat je soulmate eerder hebt ontmoet, is niet je levenspartner geworden. Sterker nog, je bent getrouwd en hebt dat achtergelaten. En het is gewoon gebleven bij een mooie, heerlijke herinnering. Oh, zo, ja. Ja. Dat is hoe ik het zie. Ik zeg niet dat dat zo is. Of denk je van, nee, als ik mijn soulmate heb, dan ga ik daarmee ook leven. Word mijn levenspartner. Dit is mijn soulmate. Dames en heren, Cyrano. In dit geval wel. In dit geval wel. Maar dat wist ik in het begin nog niet. Maar nu, na 10 jaar, weet ik dat dus wel uit echt. Uit ervaring denk je van, nee. Je soulmate is echt wel degene met wie jij... Hoeft niet, hè? Ja, ik hoef niet per se met mijn soulmate samen te staan. Maar in mijn geval is het gewoon meer van, het is zo uitgekomen. So you're blessed. Ja. En jij zegt, hoeft niet gelijk. Jij denkt, dat hoeft niet per se zo te zijn? Nee, ik denk dus in mijn geval dat zij wel mijn soulmate is. En dat zag ik dus al. Dus ik moest van mijn soul met mijn levenspartner maken, denk ik. Maar speelt één sabi, man. Eén helder zin die hier voor ons. Maar in dat voorbeeld toch? Maar als het dan van, zij had dan een levenspartner eigenlijk. Ja. Zij wist niet dat ik haar soul met haar was. Wij hadden levenspartners. Ja. Jullie deelden samen. Dit was nee. Ik probeer er iets frietje van te maken. Maar jij was bezet. Mm-hmm. En jij was bezet. Ja. Interessant, want daarom kom ik erop. Dus dat was niet jouw soulmate. Nee. Ook niet jouw soulmate. Ja, dat. Maar jullie waren nog jong daar, dus sowieso... Maar dat was... Oké, nu wordt het bijzonder. Kun je niet problemen brengen, hè? Exen, maar... Hoe heb je die gescot? Ja. En hoe heb jij die van jou gescot? Ik wil geen story vertellen, hè? Het is lastig. Dit wordt leuk. Zie, zijn geen gekke vragen, hè? Nee, zeker niet. Oké. De eerste? Ja. Kijk, ik kwam 2 jaar ging ik met mijn ex doen. Wat zeg je? 2 jaar ging ik volgens mij met mijn ex doen. Ja. Yeah. Maar het was al een beetje aan het eindigen. Dus we hadden het al beëindigd. En toen wilden we het weer een beetje proberen. Dus zat ik nog een beetje eraan vast, maar zo te zeggen. Maar ik had haar dus toen die dag met die bioscoop al ontmoet. Dus ik was al meer met Kimberly bezig dan met mijn ex. Toen jullie besloten van, we gaan het nog een keer proberen. Kimberly was toen al een beetje... Maar hoezo trilt je lip? Je lip trilt. Okay, het gaat hem aan zijn hart daarom. Gotcha. Helemaal niet. Maar ja, niet gelaten. Ik ging... ik was zeg maar naar de bios gegaan met mijn ex toen. En haar broertje. Ja. En Kim had me geappt. Want dat was kinderfilm, dus ik was niet helemaal in die movie. Dus Kim appte me van, ik ben in Belmen, waar ben je? Dus ik was in de bioscoop. Maar ik dacht, want ik was nog niet zo ver met Kim. Dus ik dacht, oké, ga ik zeggen ik ben in de bioscoop? Of ga ik iets anders doen? Mm-hmm. Dus ik zei, ik ben ook in de Belmen, wat doe je? En IJsland zei ze, ja, ik ga zo naar huis, maar ik dacht misschien kon even mieten. Dus toen ging ik uit de bioscoop. Oh, even tussendoor. Ik ging gewoon loesten. Ik zei, ja, ik moet even naar huis, ik moet dit, dat doen. Ja. En toen ging ik dus naar Kim. En eigenlijk op dat moment ben ik gewoon Kim kant geweest. En had ik mijn ex gelaten, gewoon definitief. Hey. Maar wel eventjes, ik had geen flauw idee dat hij in een relatie zat. Want nu gaat het lijken van, hij moest voor mij kiezen. Nee, wat dan ook. Maar ik had echt geen idee dat hij... Nee, echt niet. Dat zij in een relatie zat. Ik was toen niet meer in een relatie. Ik zat niet meer in een relatie. Jij was al vrij. Daarom. Dus die van jou klinkt proper, zeg maar. Zoals het hoort, dat je zegt, you know what, vrij... Die grappige jongen die ik niet zo grappig vind, maar inmiddels hilarisch. Hij kan bericht sturen. En hij komt, tuurlijk komt hij. Hij had de visie al gezien. Ik moet dan. Maar de eerste keer dat hij jou zag, wist hij van, oh. Oké. Maar jij, en hoe was dat bij, is dat stuk gelopen? Of was dat van, ik denk, Cyrano, laat maar deze man. Nee, toen ik in een relatie met mijn ex was, toen was Cyrano nog niet in de picture. Oh, helemaal niet? Nee. Oké. Ja. Nee. Sure? Okay. Sorry? Ik geloof je. Ja, nee, echt. Echt. Oké, is mooi. Nee, dus een soulmate, voor de duidelijkheid, hoeft dus niet per se je levenspartner te zijn of te worden. Nee. En omgekeerd, je levenspartner hoeft niet. Je kan je soulmate dus al tegen zijn gekomen. Je ziet dat ik vraag dit volgens mij voor mezelf. Maar het is helemaal zo, denk ik. Hè, dat... Ja. Vaak zijn mensen dus jullie hebben geluk eigenlijk. Jullie zijn blessed met dat het... Of was die ex jouw soulmate? Nee. Daarom, ik voel die energie. Ik zeg, ik wil hem graag hebben in Gilly's Love Line. Het voelt goed. Black love, real love is dit. Mm-hmm. Denk je dat er iets is wat je van haar nog
te weten moet komen? Of denk je dat je alles weet over Kimberly? Sowieso niet alles, maar... En dan heb ik het niet per se over geschiedenisdingen, maar over... De houding of zo, doe je? Hoe ze is, of iets wat ze nog moet onthullen, of denk je, je kent haar echt helemaal? Ik denk het wel, hè? Ja, ik ben aan het graven van, is ik... Ah, ik denk het niet. Ja, dit is... Ik heb alles denk ik, het hele pakketje al. En omgekeerd ook, zie ik. Jawel, maar ik ben gewoon heel erg open en hij is heel gesloten, dus... Uit hem moet ik altijd dingen ook halen. Tegenover jou is hij ook gesloten? Niet zozeer. Niet per se gesloten. Dat hij geen dingen met me wil delen. Maar gewoon... Als ik zeg maar wil huilen, dan huil ik gewoon. Zeg maar. En als hij zeg maar met iets zit... Hij gaat niet huilen, zeg maar. Of... Ja, hoe moet ik het uitleggen? Ja, man. Ze houdt het voor zichzelf. Ja. Kropt het liever op. Ja, ben je binnenvetten? Ja. Zeg wel. Ja? Ik deel mijn dingen niet met veel mensen, zeg maar. Ja, oké. Okay, maar als het moet, deel ik het wel met Kim of mijn moeder. Als je het met iemand deelt, ja. Dan is zij een van de personen met wie je dat kan delen. Dat dan weer wel. Kijk eens op. hebben jullie veel first times met elkaar? Dus voor het eerst huilen of voor het eerst kinderen sowieso, maar voor het eerst van alles? Hebben jullie dat met elkaar? En is dat überhaupt belangrijk? Voor het eerst vakantie. Ja. Jullie gingen jong samen, dus jullie moeten om in voor het eerst samen wonen. Ook nog. Hoe lang heeft dat geduurd voordat jullie samen gingen wonen? Een jaartje. Ja. Zij woonden al op... Ik woonde op mezelf en hij op een gegeven moment moest hij van zijn moeder kiezen, daar of hier. Oh, zo ging dat. En hij zei, mama, mijn tas staat al klaar. Ja, er waren veel kleren. Mijn spullen zijn al daar. Maar ik kwam echt laat thuis, gewoon laatste bus, zeg maar. Oh, dat was het, ja. Voetbal, school, voetbal, ging direct naar daar, kom ik weer laat. Ja, je ma ziet je niet. Je moet kiezen. Ja. Ik denk dat ik de vraag had gesteld, maar ik weet niet of ik het antwoord van jou had gehad. Jij wist het vanaf het begin, zij wordt het. Maar dat is meer, zonder dat jij het wist, infatuation natuurlijk. Maar wanneer was het moment dat je echt zei van, wifey, los van het begin. Dat is denken. Je zei van, Laat maar zeggen, wifey was gewoon al, toen ik het wat moest claimen, een beetje. Ik eigenlijk meer horen, denk ik. Wat deed zij of een situatie waarin je zegt van, shit. Zij is zo geweldig. Ze moet ook horen trouwens. Ik denk dat ze een beetje hetzelfde is. Zoveel dingen om op te doen. Ja, wauw. Maar dat is ene moment. Dat is wat. Ik wil het van jou horen. Nee, maar. Wifey gewoon echt aanwezigheid, man. Dus je merkt voor je. Ja, sowieso aanwezigheid. En je zag die liefde. Ik kwam er vanaf. Ja, wifey, ik denk al vanaf het begin eigenlijk. Ik heb het je gevraagd, maar ik denk dat ik op zoek ben naar een duidelijker antwoord. Was er een moment waarin hij iets deed, zei of je zei van, gewoon mij supporten in de dingen die ik doe. Als ik bijvoorbeeld op het punt sta om dingen op te geven, dan weet hij altijd met me te praten met nee, Kimberly, niet opgeven. Je kan het. Hij probeert me altijd gewoon naar de top te krijgen. Ik heb best wel een... Ja, vroeger had ik best wel een party life met vriendinnen. Druk doen. Ja, niet druk doen, maar gewoon van... Dat is feesten tot diep in de nacht. Dat was gewoon mijn lifestyle. En hij liet mij gewoon wel gewoon mijn leven leiden, zeg maar. En waar heel veel boys zouden zeggen van, nee, maar je gaat echt niet in dat hotel, of weet je. Ja. Hij liet mij gewoon mijn leven leiden. En heel weinig jongens laten dat toe, zeg maar. Ja. En hij vertrouwde mij daar gewoon mee. Ik omgekeerd ook. Ja, ik hoorde net. En, belangrijk, hè? Ja. Volgens mij is dat een hele belangrijk ingrediënt in jullie relatie, in ieder geval. Wat vertrouwen, ja. Nou, ja. Ja. Oké. Okay. Ja, ik denk, wifey was echt pas toen ik het in huwelijk vroeg van, nu moet het gewoon, deze kan niet meer weg. Ik denk dat het wel een moment was van... Was je verrast? Ja. Want de laatste tijd hoor ik vaak mensen zien het aankomen, ze weten het. Nee, ik zag het niet aankomen. Was je verrast? Ja,
Ik zag er niet aankomen. Ik dacht echt, oké. Okay. Ik was nog zelfs boos. Hoe zag dat eruit? Je was boos geworden? Ja. Als een... Zoals jaloers om een andere reden. Nee, niet boos op het moment, hoor. Ja, maar daarvoor was ik gewoon boos. Oh, die dag, ja. Hey, maar dat is goed. Dat heeft geholpen waarschijnlijk. Waarbij ze niet zag aankomen. Ja, maar voor mij dacht ik ook, moet ik die ring op? moet je wel vandaan doen. Die ring op. Ik ging ook een paar keer kijken voor weet je tekens hier aan. Hé, hey, maar daar moet je ook lef voor hebben, hoor. Denk ik. Iemand ten huwelijk vragen. Ja, ik ging wel zweten. Huh? Ja? Processen naartoe is ook lastig, man. Echt niet voor je lichaam. Hoe lang ben je met dat project bezig geweest? Het was wel op de een of andere dag dat ik dacht van... Dat iemand zei tegen me van... En nu wat ga je doen? Het was gewoon voor mij van ja, als ik het wel eerst. En daarna van, oké, jullie gaan zoveel jaar met elkaar. Mm-hmm. Wat wordt het nu? Ik denk, 1,5 jaartje misschien. Oh ja, is toch... Ja, is toch ja. Met idee, zeg maar. Project, zoals ik zeg. Ja, nog met het idee moet je een beetje lopen... Een paar keer met mensen bespreken, met moeders. Hoe lang is dat geleden? 2015. Oh, 2015. Toen we 4 jaar samen waren. Oké. Wow. Dat is een beautiful thing. Ja, doe mijn best. Hé, hey, geef je de broek aan? Ik denk dat we allebei één pijp dragen. Ja, het is niet... Ik kan niet over hem heen lopen, maar... Hij kan ook niet over mij heen lopen. We staan echt gelijk. Ja? Ja. Niet omdat hij bijvoorbeeld meer zou verdienen... betekent dat hij een grotere smoelwerk tegen mij zou kunnen hebben. Ik pik niks, hij pik niks. Ja, dus we staan wel echt gelijk. Balans. Ja, balans. Weegschaal, we zijn beide weegschaal. We staan beide in balans. Ja. Beautiful thing, man. Is mooi. Surinaamse lobby hier in Gilly's Love Line. And I can appreciate it. Is dat belangrijk geweest in je keuze? Met iemand te gaan, van dezelfde achtergrond. Vond je dat belangrijk, Cyrano? Ja, denk het wel. Misschien zijn achtergrond wel dezelfde interesses. Dezelfde interesses, ja. In ieder geval. En dat valt daar ook onder, dat je in ieder geval cultuur begrijpt. Ja, precies. Moet je nou eens kunnen praten en zo? Ja, ik was toen 16, 17. Ik ga gewoon heel eerlijk zeggen, ik had wel een voorkeur, zeg maar, voor jongens. Ja. En... Ja, ik viel wel... Mijn voorkeur ging wel echt naar Surinaamse jongens. Mm-hmm. Donkerbruin. En dit klinkt echt heel racistisch, maar het is niet zo. Hey, toch? Maar voorkeur. Ja, en bij mij, je hoeft geen miljonair te zijn. Ik ben totaal niet materialistisch. Maar verzorging staat bij mij op nummer 1, zeg maar. Ja. En toen dat tijd vond ik het juist, zelfs leuk als jongens... Lang haar hadden. Dat had hij toen ook. Hij had ook lang haar. Boys met loksus. Ja. Met rasta. Daarom was je in Bimrin. Daarom. Wat wilde je zeggen? Ik zeg, er kom iets bij jou. Ja, toen ik dacht van, wanneer is het echt wifi? Ja. Toen ik merkte dat ze die kleine dingen ging waarderen. Dus ik moet er niet, als ze zeggen, rijk en zo. Ja. Ik dacht, ik mooie vrouw, echt je best doen. Mm-hmm. Maar ze was al happy toen ik bij een fonteintje ging zitten en ik kon dit of dat, weet je? Dat je denkt van, oh, dit is echt te halen, zeg maar. Dat is wat je wil hebben, toch? Ja. Dus toen wist ik van, oké, nu... Is het wel echt wifi? Dit kan en dit moet, zeg maar. Ja. Nu je het zegt, ja. Jij had het over voorkeur, wat normaal is. Iedereen heeft zijn voorkeur. Maar vond je het belangrijk dat je iemand hebt... jij zei donkere jongens, mm-hmm. Maar dus niet per se Surinaams. Maar... Ja, ik had ook wel eens gedate met een Afrikaanse jongen. Okay. Why do that for? Nee, ik ga het niet door. Nee, it's a beautiful thing. Nee, ja. maar weet je waarom ik dat vraag? Want ik vind dat heel belangrijk. Niet per se, ik zou het leuk vinden als de vrouw waarmee ik eindig zo mee of niet. Surinaams is alleen omdat... ik vind dat wel belangrijk, dat je me in ieder geval begrijpt. Ja, is je wel voorkeur? Shit, absoluut man. Ik hou van donkere vrouwen. Ja. Met melanin, alle kleuren van mijn melanin naar heel donker, is all good. Ja. Wat dat betreft. Want al is het alleen, en dat is niet per se wat met looks heeft te maken, maar vooral met understanding. Weet je, dan hoef ik niet veel uit te leggen. Dan hoef ik sommige dingen niet af te vragen. Dan, weet je, ik, dat is een voorkeur. Maar love is love. Ik wil zeggen, ik zeg altijd love is love, is niet waar. Ik zeg sinds kort, love is love. Want liefde is sowieso al moeilijk te vinden. En als liefde op je pad komt en iemand is niet dat beeld wat jij had, om dan te zeggen nee, je stupid. Kan je soulmate zijn. Ja? Dat kan je soulmate zijn. You never know, begrijp je? Maar het is love in ieder geval. En ga ervoor, zeg ik dan. Maar als je het aan mij vraagt, ik heb wel een bepaalde... Kijk, bijvoorbeeld,
Stel je voor, je gaat naar een Surinaams feest. En een van je tantes krijgt een wintie. Dan moet ik uitleggen, hey, ze is niet gek bij de hoofd. Ze is zometeen weer bij. Of een voorbeeld aan te halen. Hey, maar het is leuk als iemand je begrijpt in de achtergrond. Ja. En dat zou ik ook hebben met iemand van de Antillen of van de... Ik weet niet, het is, om een of andere reden is het close. Dan iemand die helemaal wereldvreemd is met van alles. Ik kan niet voorstellen dat ik met iemand ga en moet uitleggen waarom... nu breng ik het een beetje diep, maar fuck it. Waarom Zwarte Piet op zijn minst beledigend is, maar het is gewoon racistisch, mm-hmm. maar op zijn minst beledigend. En als je dat niet begrijpt, ja, dan gaat het gewoon niet werken. Nee. Niet per se omdat je man, omdat ik denk, ja, dan gaat dit niet. It's not gonna work. Ja. Sorry. Mm-hmm. Maar haal ik zo'n voorbeeld erbij, maar het zit hem ook in kleine dingen. In de dansie, in de van alles. Ja, connectie. Nee, maar daarom zeg ik, omdat je zegt van is het racistisch, is het absoluut niet. Je hebt een voorkeur, je wilt x, je wens. Iedereen heeft een beeld van waarmee je eindigt. Maar ik zeg wel erbij, als love op je pad komt, zou je gek zijn om te zeggen nee, omdat het niet eruit is zoals je dacht. Mm-hmm. Dat betekent, Gado, laat je zien van je dacht dat je dingen wist. Mm-hmm. Je speelt Lukuma Sabiman. Maar dit is hoe het echt is. Yes. Toch? Mm-hmm. Love is all about love. Nee, mooi, 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 man. En jullie kinderen gaan ook Surinaams... leren praten. Dat is een beautiful thing. Heb je plannen voor jullie zoontje die nu eraan komt? Andere plannen? Want je hebt 2 jaar gehad om te oefenen met... Wat is zo'n mooie naam ook alweer? Genoa. Genoa. Wie heeft dat verzonnen? Wij samen. Mooi man. Hey. Ik heb me gewoon... Toch wel? Ja. Ik heb me afgemaakt, ja. Oké. Nee, mooi, mooi, mooi. Twee jaar hebben jullie kunnen oefenen. Wat ga je van die lering brengen bij deze... die eraan komt? We gaan hem minder spoilen. Genoa is soms wel echt verwend. Ik met mezelf denk, ik heb die jongen echt verpest. Yeah. Maar nee. Eigenlijk gewoon een klein beetje hetzelfde. Gewoon blijven doen wat we doen. Want hij is, naast dat hij soms een beetje verwend is, is hij ook gewoon heel lief. Je ziet echt een kleine Cyrano, kleine Kimberly. Ik kijk gewoon naar mezelf. Beide, zie je beide erin? Je ziet echt beide, ja. Wat heeft hij van jou? Heel erg. Het doordrammen. Zijn eigen willetje, zeg maar, hebben. Ja. En wat ik bij Cyrano heel erg in hem terug zie, is dat hij heel erg met zichzelf kan spelen. Hij kan heel geduldig zijn. Mm-hmm. Komt aan haar over. En, hey, ik zeg niks. Ja, en... grown-ups ook, hoor. En dat hij echt precies weet wat hij wil. Hij heeft echt zijn eigen wil. Mm-hmm. Ja, net als... En structuur. En structuur. Oh, jij bent van de structuur? Ja, dat heeft hij echt. Ben jij een beetje broeien? Ik ben heel broer. Ja. Het matchen. Het matchen is een beautiful thing. Check wat we gaan doen, omdat ik ben een OG. Weet je wat de OG is? Hmm? Original? Gangster. Nee, gentleman. Oh. En daarom ga ik ruimte creëren voor jou om naar het toilet te gaan. En voor mij om naar het toilet. We gaan samen naar het toilet. Nee, niet wezen. Ik ga stop met praten. Is klaar. Toilet break. Toiletpauze, ja, inderdaad. Nou jongens, we zijn inmiddels in de studio en we hebben nu een kleine pauze. En het is echt super gezellig. En links van mij zit Gilly. Van Gilly's Love Line. Vertel even wie je bent, wat je doet. Oh, je zit op de sportje. Ja. Ik ben Gilly Rutu. Ik ben de ambassadeur van de liefde. En daarom heb ik Kimberly en Cyrano uitgenodigd bij mij in de show Gilly's Love Line. Yes. Jullie zijn leuk om mee te babbelen, by the way. Dankjewel. Gilly's Love Line, waarin we bruut eerlijk praten over de liefde. En gelukkig, Kimberly en Cyrano zijn bereid heel veel te delen over hun liefde. Wat ik mooi vind, ik hoor jullie praten en volgens mij horen jullie zelf ook praten. En denk van, hé, dit is best wel mooi wat wij hebben. Heb je dat niet? Jawel. Dat weet je natuurlijk al, maar ik denk maar dat jullie niet zo in details treden gewoon nu. Nee. Want dit is gewoon, het lijkt vanzelfsprekend. Totdat je erover gaat hebben, zie je van, hé, het is best wel mooi. Of niet? Best wel, ja. Jullie zijn 10 jaar samen. Mm-hmm. Ik zeg, laten we kijken waar jullie staan in jullie 10 jaar relatie door middel van een klein spelletje. Okay. Jou in? Ja. Yes. Okay. Niet heel ingewikkeld, gewoon simpel. Echt zo'n typische vlogshit eigenlijk, aangezien jullie vloggers zijn. Ik denk, we halen het erbij. Ik heb gewoon een paar niet ingewikkelde vragen van jullie en jullie geven antwoord. Zijn maar 2 antwoorden mogelijk. Kimberly of Cyrano? Oké. Okay. Ik heb al net gezegd, ik heb heel mijn redactie moeten ontslaan door de coronamaatregelen. Dat is zelf doen. Ik ga het zelf allemaal fixen. Bam. Kijk hier. 2 bordjes hier. Deze is voor jou. Deze is voor jou. Ik ga jullie een paar vragen stellen.
is Roos. Ja, Roos, oké. Okay. Oké, okay. Ik dacht 2021. Ja, is wel goed. Is ook goed. Dus twee antwoorden zijn maar mogelijk. Laten we testen. Als ik de vraag stel, en je hebt je bordje bij je. Wie kan er het lekkerste koken? Dan is het antwoord... Oh, unaniem. Unaniem. Ja, 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 ja. Daar is de camera, dus we proberen het een beetje aan de camera te laten zien. Zodat we gewoon met z'n allen jullie 10 jaar anniversary kunnen vieren. Okay. In de vorm van kijken hoe goed jullie elkaar kennen. Of in ieder geval hoe jullie staan. Yes. En jullie denken. Vind je dat een goed idee? Ja, ja, leuk. Ik heb een paar vragen opgesteld. Hero, ga ze even tevoorschijn halen. Y'all ready? Ja. Yes. Oh ja, en als je wil, by the way, mag je je antwoord beargumenteren. Je mag erover uitbreiden of ga gewoon lekker door. Alles is mogelijk, hè? Sorry. It's all on you. Want dadelijk trek jij, zeg jij, hij, zeg, hij, zij. En dan zeg je, hey, wacht even. Ik wil niet dat jullie met Rogier weg gaan helemaal meer in de auto. Nee. Dus moeten jullie maar bellen, hoor. Ik ben ook psychiater. Los van dit. Oké, okay, y'all ready? De eerste. Ja? Mm-hmm. Yeah? Yes. Wie van jullie praat het meest? En je mag niet spieken, hè? Okay. Kimberly, okay. Dat is duidelijk. Okay, dat dacht ik al een beetje, ik weet niet waarom. Maar ik kijk je filmpjes daarop. Ja? En niet spieken. Yes. Oh, nee, ja, dat is oké. Oké, dat is duidelijk. Hoef niet over uit te wijden. Kimberly praat het meest. Wie van jullie is het slordigst? Niet spieken. Kimberly, echt waar? Wauw. Meestal, oh, maar je gaf al aan dat jij georganiseerd wordt. Een beetje structuur zat erin. Ja, klopt. Kimberly, je zet de vrouwen, wat is dat? Beetslordig, maar wel eerlijk. Kijk. Weet je wat het is? Oh, maar je bent broeier, gaf je al toe. En dat is een onderdeel. Kijk, als ik zeg maar, ik ben zeg maar vanochtend hier naartoe gekomen. Ja. Yeah. En mijn make-up ligt precies... Zo, ik zet het niet terug. Pas wanneer ik thuis kom, ga ik het opruimen. Oh, ik weet al hoe dat nu dan eruit ziet. Ja. Oké. Kleren, dit gaat aan. Nee, snel weggooien. Ik zet het niet netjes terug. Okay. Op dat gebied ben ik wel slordig. En dat heb jij geaccepteerd vanaf dag 1? Of... Ik ben er niet. Ik ben beneden. Oh, oké. Je hebt je eigen area wat dat betreft. En het leuke is altijd. Dus als ze dat heeft gedaan, zeg maar. En we komen straks thuis en zeggen... Maar waar is mijn eyeliner? Dan gaat ze al 4 minuten zoeken. Yeah. Dan moet ik na 4 minuten ook naar boven komen om mee te zoeken. Weet helpen zoeken, anders werkt het niet. Ja, weet je? Ja, I love it. Oké. Hey, maar tot nu toe gaat het goed. Jullie kennen elkaar. Mm. Ja. Wie van jullie twee zei als eerst, ik hou van je? Niet spieken. Mm. 10 jaar samen. Ik denk deze. Kimberly. Ja. En kan je ook herinneren dat moment? Nee. Ik heb vaag iets in mijn hoofd, maar ik weet niet. Ja, maar ik zou dat denk ik wel eerder zeggen. Dat heb ik. En waarom? Waarom zeg je dat zo stellig? Ja, omdat hij... Oh ja, hij is meer... Hij houdt dingen voor. Terughoudend, zeg maar. Ik ben meer van... Ik spreek snelle dingen uit. En weet je wat ze zeggen? Ze zeggen meestal dat de man... Ja. Als eerste zegt... Ik hou van je. Mm-hmm. Maar jij was dat. Ja. Kan je herinneren hoe hij reageerde? Ik kan het moment niet precies herinneren. Nee. Hij zei, meisje, ik hou van je. Vanaf het moment dat je me stalkte in de discotheek. Nee. Gewoon, ik denk misschien wel emotioneel. Okay. Maar het is wel stom dat ik dat niet meer weet. Ik ook niet. Maar jullie weten wel tegelijkertijd sowieso is dat de Kimberly geweest. Ja, ik denk het wel. Dat moment is vaag in je hoofd, weet je? Ja. Je kan het een beetje, maar je weet niet precies waarom. Die omstandigheden. Maar ik heb wel zoiets mogen. Oké, nou leuk. Ze houdt wel jammer, man. Wie wordt het snelst boos? Niet spieken. Snelst boos. Wie wordt het snelst boos? Kimberly weer. Leuke vraag. Alleen de prijs. Hey, als er money in het spel was, ging het goed voor jou, Kimberly. Ik kan één kant opschrijven eigenlijk. Waarom word je zo snel boos, Kimberly? Kijk, nu is het denk ik wel echt om de hormonen. En als we nu niet als excuus gebruiken? Dan is het gewoon... Hebben jullie vandaag al ruzie gehad? Geen ruzie, maar wel een discussie. Oké. Het is niet echt ruzie, zeg maar. Maar het is gewoon meer... Als iets niet gaat, als ik wil dat het gaat, dan raak ik gewoon geïrriteerd. Ja.
En nu kom ik echt over als die bitch, maar dat ben ik niet. Nee, maar wat ik wel tof vind is, je bent eerlijk. Ja. Je weet het wel van jezelf. Ja. Dus je bent niet aan het ontkennen en shit. Nee. Hoor je dat? Ik ben bewust van mijn craziness. Hé, hey, maar ik krijg het idee dat jij goed bent in weten wanneer jij je mond moet houden. En wanneer... Daarom werkt dit, denk ik. Ja, dat is moeilijk. Ja, dat is het eigenlijk. Oké. Kimberly staat met zoveel punten voor. Zo. Hey, wie van jullie heeft betere muzieksmaak? Niet spieken. Ik denk... Kimberly met de kaboela. Is dat ook Kim? Ja, Kimberly. Wauw. Ja? En waarom zeg jij dat? Waarom zeg jij dat? Ik ben van alles een beetje. Mm-hmm. En zij is meer echt 70s, 80s. Daar weer een paar. Oh ja, maar daar heb je echt goede muzieksmaak. Waar luister je naar dan? Ik luister naar Usher, Michael Jackson, Whitney Houston, P2K. Oh. En we gaan niet liegen. Jij luistert ook naar Mama en Estelle Mino. Sowieso, R. Kelly, sowieso, dat... ja. Ja, zeker. 5 punten voor jou. Yes, thanks. Oké. En jij luistert gewoon mee. Jij denkt, ik luister ook wel alle. Maar zij is ook die de voice zo. Dat ze kan meezingen. Als ze ken die tunes. Oh ja. Oh, ja, ja, mijn zus is ook DJ. En zij stuurt altijd liedjes van, ik ken jullie deze tune. En dan geef ik het weer aan hem. Ja. Oké, mooi. Tot nu toe zie ik geen tegenstrijdige antwoorden. Jullie zijn te perfect. Daar gaan we iets aan doen. Deze heb ik al gehad tijdens ons gesprek. Dat is al duidelijk. Hier kan ik, waar is mijn bordje? We gaan Kimberly draaien tegelijkertijd. Wie wordt sneller jaloers? Nou. Oh. Ja, maar als we zeggen sneller. Wie wordt sneller jaloers? Oh, ja. Al die tijd. Kijk Kimberly ook. Oh, al die tijd. Ik denk, ja, maar... Ja, is jouw antwoord, hè? Je hoeft niet mee te gaan met dat. Ik denk volgens onszelf, zou ik wel mezelf zeggen. Oh, ja? Ja. Alleen ik uit het niet zo snel. Onthulling, Kimberly. Primeertje, hoor. En waarom zeg je dat? Maar je uit het waarschijnlijk niet. Niet echt, nee. Maar ze merkt het later pas. Ah, wanneer dus je opeens vreemd begint. Ja, dus precies. Nee, mijn telefoon belt. Yo, waar ben je? Hoe gaat het? Ja, hoezo reageer je niet? Wat is een voorbeeld van waar je jaloers op wordt? Ik hou van duidelijkheid. Dus ik geef de vrijheid, maar als ik zeg, oké, je gaat uit eten met die. En als je zegt, ik ben 4 uur thuis, en je hebt alle 5 niet even geappt van, hey, het is later, dan kan ik jaloers worden. Het is meer bezorgd, maar dan wordt het jaloers. Dan bel je, dan wordt weggedrukt, dan is het oh, jaloers even. Gedrag, maar je bent niet best een jaloers. Nee, precies, ja. Okay. Ik weet niet dat onder dit valt, maar en echt jaloers als in... Ja, nu, Kimberly, echt, als de jaloers expert luister jou en zegt, dat is niet jaloers, mijn vriend. Dat is gewoon je klets. Misschien dat het eerder, ja. Oké. Maar, oké, Serrano, Kim, eerste tegenstrijdigheid. Maar onze goede vriend hier weet niet wat jaloers betekent. Nee. Dat is niet het punt. Maar ik ben wel jaloers geweest. Ik ben sowieso jaloers, maar niet... Ik ben jaloers. Jij zei goed naar de vraag geluisterd, wie wordt sneller jaloers? Ja, sneller. Ja? Oké. Waar ben je jaloers op geweest dan? Je hebt dat wel gemerkt in het begin of zo. Gaf je hem reden om jaloers te zijn? Ja, wanneer ik uitga, zegt hij altijd, ja, dit draag je nooit wanneer je met mij bent. Dat is echt zijn standaard ding gewoon, zie je? Je gaat met je vriendinnen uit, maar wanneer je met mij uitgaat, dan draag je al zo oma. Dan denk ik echt, oké. Shabby. Zo maar. Hey, let's get real. Wie liegt het meest? Niet spieken. Niet beïnvloeden. Gewoon antwoord geven. Maar liegen. Liegen. Wie liegt het meest? En zijn antwoord... Maar liegen zegt al iets. Daarom is het niet liegen. Het is niet liegen. Liegen? Wie liegt het meest? Ja, toch wel, hè? Hé, wacht even. Ja. Ik wil hem draaien, maar ik lieg niet echt. Jawel. Dus laten we zeggen, wie spreekt minder vaak de waarheid? Als je het zo kader is. Toch wel. Oh ja? Zo, ja. Jullie kennen elkaar goed, joh. Echt hoor. Dan wel. Maar liegen is iets groots. En zeiden je leeg. Waarom lieg je hier aan? Ik lieg niet. Maar soms al je... Om haar te beschermen zeg je soms niet de waarheid?
Vroeger wel. Ik was niet met een van die drie matties waarover jij zo was. Dat met die ene. Dat was met die andere. Ja, nee, ik niet liegen, maar... Dingen niet vertellen, zeg maar. Dingen achterhouden. Dan is het van, ik heb niet genoeg, ik heb het gewoon niet verteld. Oké. Krijg je die. Slimme jongen. Oké. Typisch. Wie is sneller geïrriteerd? Kimberly. Ja. Waarom ben je zo, Kimberly? Waarom ben je zo? Ja, wat het is. Hij weet precies wat hij moet doen om mij te irriteren, zeg maar. En denk bij mezelf van, je doet zo, dus dat betekent dat jij boze Kimberly wilt hebben. Nou, dan ga je boze Kimberly krijgen. Zo is het eigenlijk. Ja. Ik doe het. En dat eindigt in make-up seks. Soms. In kindry. I see what you're doing. Hoor. Is a beautiful thing. Oké. Wie is de slechtere chauffeur? Kimberly weer. Nee. Maar ik ben niet gevaarlijk. Ik heb nog nooit in mijn leven... Ik heb mijn rijbewijs al 7, 8 jaar. Ik heb nog nooit een boete. Oh, ik heb nog nooit een aanrijding gemaakt. Ik heb nog nooit een auto tegen een paaltje aangereden. Of tegen iets. Maar de manier hoe je zegt, hij wel. Ja. Oh. Ja. En waarom is volgens jou... de chauffeur? Omdat ze te langzaam rijden. Hij rijdt dus niet nog sneller dan ik soms. Laat je dat vertellen. Okay. Maar slechte chauffeur, ik zeg dat altijd. Nou, dat... Zij is die, dus je hebt altijd deze, een vluchtstrook op, dan moet je je richting aangeven, dan ga je. Zij gaat en dan geeft ze die richting en is al bijna daar is. Snap je? Want ik kom, hij moet ruimte maken. Ja. En bocht te snel, weet je die, laat me zo zeggen, ik kan niet slapen als zij rijdt. Zo, je slaapt altijd. Nee, als ik kapot ben, ik val in slaap, maar ik kan niet slapen, dus ik val in, wanneer ik merk dat ik slaap, dan moet ik wakker worden. Dus voor mijn feeling, zeg ik het. Weet, hij kan zelfs altijd achter het stuur in slaap vallen. Dat zegt al genoeg. Heb je in Suriname gereden, Kimberly? Je hebt 2 jaar daar gewoond. Dus alleen, nee, maar ik was klein. Ik was jong. Oh, ja. Okay. Toen ik laatst in Suriname was, heb ik wel even gereden. Maar je hebt volgens mij tegenovergesteld verkeer. Ja, klopt. Het ging mis. Bij rotonde. Het ging mis. Oké. Toen dacht je van... Laat maar wisselen. Oké. Ja. Maar... Maar ik wil wel weten waarom ik... Slechter ben, oké. Okay. Ja, omdat je kan achter het stuur in slaap vallen, dat is al slecht. Oh, nee, dat is super slecht. Dat is nog erger dan dronken achter het stuur. Precies. Dat is wel waar. Dat is echt waar. Wanneer is dat? Dan gaan we weer terug naar wie liggen het meest als jij zegt dat is niet waar. Ja, wanneer is dat? Nee, ze zegt dat niet zomaar, toch? Je kan het misschien. Het is één keer gebeurd. Het is één keer gebeurd, maar ik zag mijn leven al voorbij. Ja, inderdaad. Ik kies geen kant, dat hoeft maar één keer te proberen. Ja, dat zou bij mij echt nooit gebeuren. Echt niet. Onderwiel is gevaarlijk, hè? Heel erg. Vermoeid rijden. Ja. Oh, oké. Okay. Nee, dan krijg je die titelen. Ben jij wel eens in slaap gevallen achter het stuur? Hé, we gaan die titel aan je maken. Zij slaapt sowieso niet. Nee. Nacht nemen gewend, ze slaapt niet 3 uur. Oh ja, nightlife. Mis je? Soms. Nightlife een beetje, ja? Heb je nog behoefte eraan? Ja, je bent nog jong. Nee, ik heb 4, 5 jaar in een club gewerkt. Oh, ja, dus ja. Mijn ritme was echt helemaal puin. Ja. Oké. Nou... De slechtste chauffeur uit... Ja, dat is hier die titel geven. Ja, moet iemand als je in slaap valt achter de stuur... Hey, anders, we komen er niet uit. Drop een comment. Je hebt de voorbeelden gehoord. Wie is de slechte chauffeur hier? En stuur je kijkers aan om naar dit filmpje te kijken... zodat ze ook kunnen commenten. Ja. Ja? Okay. Wie van jullie 2... Hij is al ready. Nee, ik moet ze pakken. Wie van jullie 2 snurkt het hardst? Jij slaapt, hoe heet je dat? Hij hoort het zelf gewoon. Ik kan het terugzien. Hard, hè? Snurkt hij harder dan jou of snurkt hij gewoon hard? Dat je zegt, het is gewoon echt niet normaal. Het is niet normaal? Nee. Het is een reden om bijna te zeggen, hey, 11 jaar gaat hem niet worden. Bijna. Helemaal niet dingen. Ik kan hem wel altijd schoppen en elleboog even van een tikje rustig. Maar hij snurkt heel hard. Daar is duidelijk over. En jij weet dat van jezelf. Ja, ik ben natuurlijk sterk. Ik zie je zo vaak terug op die filmpjes. Wie van jullie 2 is koppiger?
Toch? Ja, ja. Nee, ze zijn wel op één lijn. I love it. Cyrano is koppiger. Why? Ik weet niet waarom. Ik dacht jij. Ik weet niet waarom. Zo koppig. Ja? Maar waarom geef jij gelijk toe dat jij koppiger bent in dit verhaal? Ik kan je niet snel toe. Nou, je geeft... Hoe zit ik fout? Ik ga je laten zien dat het op die manier ook kan. Op zeg die maar. Manier. Oké. Ja, ja, ja. Ja. Wie is naïver? Real life Sunnies. Nou, look, kijk niet naar haar. Niet beïnvloeden. Wie is naïver tussen jullie twee? Nee, kijk, hij piept of iets. Kimberly. Dan kan het zijn dat jullie over verschillende scenario's denken. Ja, daarom dus. Waarom zeg je dat Cyrano naïver is dan jou in deze relatie? Als ik nu gewoon een voorbeeld kan opnoemen. Yeah. Weer met zijn moedjevrienden, zeg maar. op een dag kwam Cyrano. En dan moet hij zeggen van, hey, die boys willen naar Antwerpen gaan, huisje huren. Dus dan denk ik echt bij mezelf, hè, huisje huren? Doe niet zo naïef. Je weet donders goed wat daar gaat gebeuren. Doe niet dom. Weet je, dat zijn gewoon die dingen. Dat is wel naïef. Want je denkt dat het allemaal gewoon met de boys gezellig is. Maar je weet donders, je doet naïef op dat moment. Toch? Is dat huisje gehuurd? Nee. Okay. Het huis is gehuurd, maar hij was er niet bij. Nee. Wie heeft de broek aan? Komen we weer aan. Oh nee, pijp, hè? Ik kan gaan, maar nu kom ik niet thuis. Dat is het probleem. Je bent gewoon slim, je weet van, it's not worth it. I don't want this drama, wat daarbij aan gekoppeld zit. En waarom zeg jij dat zij naïver is in jullie relatie? Ja, naïef, ik zeg minder snel realistisch of zo. Ja, zeg maar, volgens mij was duidelijk in haar voorbeeld. Ik kan niet echt direct een voorbeeld noemen, maar misschien... Nee, maar dat is goed. Je minder realistisch. Inderdaad, ze kijkt wat naïever naar bepaalde zaken. Is wat jij ja, zegt. Misschien als serieuze gangster of zo. Gewoon echt een serieuze gangster. Dat is gewoon lief, maar weet je. Hij had me niet zo snel schieten. Oh, dat was zoiets bijvoorbeeld. Oké, op die manier. Jij zegt misschien, oh? Maar gewoon al die, hij heeft zo lang gezegd, weet je. Dus niet meteen een voordeel, maar... Nou, misschien dat niet eens. Dat ziet het niet eens. Ze ziet altijd het positieve in. Rooskleurig, ja, dat is het, denk ik. Ja, wat hij net wel zei, ik stel een soort van gangsterachtig rappertje of zo, zien we. En ik ben niet iemand, oh, hij heeft vastgezeten, dus dat betekent dat hij niet, dat hij echt slecht is, zeg maar. Ik zie altijd wel het positieve van dingen en ja. Ik weet niet of dit antwoord is. Wie? Twee kinderen. Wie initieert seks vaker? Niet spieken. Niet beïnvloeden met een... Gewoon antwoord geven. Kimberly zegt Kimberly. Cyrano zegt Cyrano. Jullie zien dit anders. Ja, ik had een paar scenario's. En zij ook? Ik twijfel er wel, maar ja. Dit is mijn... Ja, ik kijk waarom gewoon een beetje. Dat? Ja, ik kijk nu gewoon recentelijk, zeg maar. Hoe we nu, zeg maar, zijn. Maar nu ben je zwanger, dus. Nee, daarmee bedoel ik te zeggen: het is niet de. Het is een fase. Jij kijkt naar. Sinds je zwanger bent of nog daarvoor? Nee, het is eigenlijk gewoon hetzelfde. Hetzelfde. Het is gewoon hetzelfde gebleven. Het is niet minder of meer. Het is gewoon precies hetzelfde eigenlijk. En waarom denk jij dat jij vaker seks initieert? Voor mijn gevoel. Zet ik die eerste stap. Dus wat zij zegt is niet genoeg, Miman. ja, misschien ben ik... Ja, ik weet niet. Het is... De vraag is hoe... Ja. Ik weet echt niet, man. Het is nieuw voor mij. Dit. Maar nu word ik nieuwsgierig, hè. Want ik kijk naar jullie persoonlijkheden. Hoe ziet dat eruit vanuit jouw kant? Is dat van... Hey, zullen we seks hebben? Of is dat dat je binnenkomt lopen en je zet asje erop en je maakt slangenbewegingen? Hoe ziet dat vanuit jouw kant eruit? Hoe initieer jij seks? Nee, maar kijk, op het algemeen gewoon als je in bed ligt eigenlijk. We hebben niet die, wat je zegt, ja, nee, thuis. Zodra zij voelt van, dat weet ze al. Ja, maar dat is het dus. Ik doe die... Okay. Even die touch om het zo te zeggen.
En blijkbaar doet zij dus iets anders. En wat doe jij dan voor jezelf? Is dat dus wat ik zei in van... Hey, laten we... Of hey, kom. Hey, Ja, wordt niet veel gesproken eigenlijk. Het is... moet ook niet. Nee, het is gewoon... je ligt en opeens... Bill komt opeens Hetzelfde. Ja. Dus jullie begrijpen gewoon niet, het lichaamtaal is wat anders. Want jij begrijpt nu wanneer hij hem initieert en wanneer zij hem initieert. Ja, begrijp het. Want jij zegt, je doet hetzelfde. Jij zegt, jij doet dit. Het ligt aan wie was eerst. Dat is verschil. Wie was eerst die Bill zo zegt. Dat is het. Volgens haar zet zij vaak in die Bill zo van één. Maar Joen en Volg. Misschien had ik al gezet of ik was niet beter. Ja, waarom? Maar het is mooi. Het is mooi. Is iets om over na te denken wanneer jullie zo meteen naar huis rijden. Dus vanavond, wanneer weer die beeld zo gaat, dan gaan we hier hebben het over gehad. Dit is het moment, toch? Ah, nee, leuk. Oké, jij zei Kimberly, jij zei Cyrano. We hebben er nog maar 2. Hey, wie gaat het beste met geld om van jullie 2? Niet spieken. Cyrano, toegeven. Maar wel eerlijk, Cyrano gaat het best met geld om. Wat is het? Is het shoppen? Ja, maar kijk, weet je het is? Ik koop de dingen die hij nooit zou kopen. Voor mij bedoel je? Sorry? Voor mij. Voor ons allemaal. Wanneer ik zeg maar naar de stad ga, dan ga ik bijvoorbeeld naar de Action, naar de Blokker. Dan koop ik dingen met mijn geld voor... Jij zou nooit thuiskomen met vaatdoekjes of... Weet je? Dit klinkt echt heel... Ja, gewoon... Daar gaat het niet over. Tuurlijk wel, want die dingen stapelen gewoon op. Als dat alles is geweest... Hoe gaat het? Ja, laat me helpen. Ja. Dus, wie gaat het beste met geld om? Als het nou om vaatdoekjes gaat, of waar het nou om gaat, inderdaad, ja. Is het nodig? Heb je een 22e vaatdoekje nodig? Dat is de vraag, hè? Akatje. Nee. Ja, ik koop ook wel heel veel dingetjes die ik soms niet nodig heb. Ja. Kan jij uit huis stappen zonder geld te spenderen? Met moeite wel, ja. Ja, het lukt wel? Het lukt wel. Okay. Wat sowieso moeilijk is, hoor, in deze... is sowieso moeilijk. Ja. Je stapt naar buiten, je hebt al 20 euro gespendeerd en je weet niet waarom. Of nee. Ja, van alles inderdaad, ja. En als jullie komen ook nog uit Almere dan... Oh, geen Damsko, maar Damsko is sowieso een dure stad. Ja, moeilijk. Oké. Okay. Ik laat je dingen beseffen, hè? Ik zie alsof... Hey, wait a minute. Inderdaad, je. Wauw. 23 vaatdoekjes. Hey, maar jullie zijn op één lijn wat dat betreft. Oké, dat was nog eentje om hem af te leren. Nog eentje dan. Als je dit gezicht had. Ja. Nu weet ik waarom ik de redactie heb ontslagen. Want dit is iets niet. Ik hoef dit niet te weten. Ik krijg mijn strot niet eens uit. Nee, want in mijn wereld doen vrouwen dit niet. Maar wie puft het meest? Eerst antwoord. Daarna mag de rest komen. Niet spieken. Ik hou hem hier. Laat maar praten. Nee. Achteraf mag je praten. Eerst antwoord. Want dat want taxi wil Kimberly zeggen. Maar eerst antwoord en daarna mag je van alles... Ik ben momenteel zwanger. Dus ik heb veel lucht in mijn buik. Buiten de zwangerschap, Kim. Volgende. Buiten de zwangerschap. Ja. Buiten de zwangerschap. Ja. Ik weet het eigenlijk niet. Oké, we pakken hem zo. Zometeen. Ja. Mag ik dat zeggen? Je mag niet kijken. Nee, ik maak hem maar, ja. Oh, dit is een strijd. Dit is één Pagara festival waar jullie thuis zien. Mijn god. Cyrano zegt Cyrano, Kimberly zegt Kimberly. Oké. Jij was al helemaal aan het verdedigen voordat je antwoord hebt gegeven. We halen zwangerschap eruit. Oké. Okay. Dat zijn geen puffjes, dat zijn blessings. Oké. Okay. Ja? Dus jij of nee? Ja. Hij zegt mij. Maar jij zijn geen blessings. Voor de buik is het blessings. Voor je buik. Release. Maar, kijk, deze is eigenlijk in 2 antwoorden. K-
Kimberly puft het meest, maar zijn puffen stinken het meest. Kijk, als hij... Overbodig. Nee, jawel. Het is echt heel... Dit is belangrijk, want als ik puf, je ruikt het niet. Niet altijd. Je ruikt het niet altijd. Dat is een reactie, dat zie je of dat waar is wat je zegt. Maar ze weten zelf, die weken gaan tot hier. Ik ga één puffmoment, dus je moet in de sportschool. In de sportschool. Hij had gewoon puft. Je puft uit bezweten middelen. Die vrouw zei gewoon, wat is dat nou? Ik wel. Die was als je echt aan het pushen bent en hij kwam. Dat is zo erg. Zo shit, ik heb gepupt. Hé, maar zeg maar, wat is dat nou? Ja, nee, die vrouw zei, zo, Jezus, wat is dat nou? En jij, je schaamde. Ik ging weg. Zeg gewoon meepraten. Ja, wat is dat nou? Oh, dat was echt, dat was echt erg. En je hebt het mooi naar hem gedraaid, maar je zei Kimberly, dus... Ja. Oké, dit is dus het verhaal. Jij het meest, jij het dodelijkst. Ja. Volgens haar, maar... Oké, volgens jou. Nee, maar jij zegt dus... Ook die van haar, die volgens haar ruikt naar... naar regenboog. Ik kan zo kijken, die, maar... Die zijn ook dodelijk. Ja, ik zei altijd... Mooie meisjes poepen niet, hoor. Dat was die... Dat is het idee, hè? Daarom wil ik het niet eigenlijk behandelen, maar... Is niet waar, hè? Als ik boven kom, ik ga als zij al slaan, om zo te zeggen... En ik kom later boven. Ik heb FIFA gespeeld of zo. Jeetje. Want je weet dat ik tek die deken zo. Yeah. Nee. Happy Master Mama Boeka! Ik kom zo. Ik krijg een winter. Ja, het is... Oh jeetje, okay. Wat een toestand. Zijn we eigenlijk... Ja. Zijn we eigenlijk nee, ik denk dat ik wel... Zij gaat vaker naar de... zij lost het vaker, maar dat is nu. Ik praat gewoon over nu. Nu telt niet. Okay. Dat we begrijpen de situatie. Mm-hmm. Nu ben je in het... nu ben je prachtig. Alles wat je doet is mooi. Ook dat is mooi. Ja? Ja? Maar normale Kimberly, ook dan zet jij Kimberly dus. Nee, en dan probeer je te verbloemen om te zeggen, ja, maar die van hem zijn het dodelijkst. Maar van mij telt niet, want je ruikt het niet. Hij zegt, is niet waar. In zijn belevenis is het niet waar. Eigenlijk, hè, puft ze dus vaker dan ik, maar ik ruik het niet. Ja. Snap je? Er zijn misschien al 3 geloed, en ik heb niks door. Maar hij ruikt het niet. Nee. Daarom zeggen dat jij het bent. Dus maar voor jullie beiden is het verzoek vanuit mij, puf niet hier. Nee. Ja? Alsjeblieft niet. Zoals in de sportschool. Is klaar, hè? Okay. Die paspoort was eenmalig. Die was echt... Ik kon niet naar. Waarom moesten we op zo'n nasty note eindigen? Waar was dat goed voor? Gooi nog een mooie. Eentje minder als deze, toch? Eentje prachtig. Geef me 5 seconden. Ik ben creatief genoeg om er één te bedenken. Die leuk is... En alles bevat. Oké. Check. Snel. Maar is real. Maar is real. Jullie vertrouwen elkaar. Niemand gaat vreemd hier. Ja? Mm-hmm. Maar als er iemand vreemd moest gaan in deze relatie. Wie zou dan vreemd gaan? Mm. Niet spieken. Geen geluiden. Geen... Hippie. En dan gooi je hem dan op die 3 mocho vrienden? Ja. Dat hij uit naïviteit en zich mee zou laten slepen. Ja. En met een zwaar hart zou leven, want hij zou het niet trekken hoor. Nee, maar je bent zijn droomvrouw. Je bent zijn soulmate. Hij houdt van hoe je puff ruikt. Jij bent het helemaal. En waarom zeg jij Cyrano? Ik kom in die situaties, ja. Of ik kan makkelijk in die situaties komen. Waar dat, oké. Okay. Ja, sowieso denk ik dat... Of nam eerlijk zeggen. Bij mannen zetten onszelf daar. Nee, betrek me niet in jouw shit. Nee, mannen kunnen ons daar zitten, maar ik denk dat vrouwen het eerder kunnen nemen. Weet je? Een vrouw kan gewoon zeggen van, ai, ik wil nu, om zo te zeggen. Ja. En wij mannen die gaan, we moeten toch moeite doen. Moeite doen. Oh. Dan komt die daar toevallig. Oké. Okay. Dus ik denk dat ik eerder in zo'n situatie kom. Maar niemand gaat hier vreemd voor de duidelijkheid, maar jullie waren sportief genoeg om antwoord te geven. En beide zeiden Cyrano. Maar ik ga niet vreemd. Nee, dat was duidelijk. Hij is a beautiful thing, man. 10 years strong. Mooie vlogkoppel. Check ze uit. Ik wil jullie vragen. Niet dat jullie experts zijn, maar je hebt your 10 years in. Dat is een feit. Jullie zijn aan het lachen. 2 kinderen. Wat voor advies zou jij geven? Aan een koppel die zegt, maar you know what? Hoe bereik je realistisch 10 jaar? En dat je elkaar ook... Vergeet nog van elkaar houdt en dan zeggen dat je maar dat je elkaar ook trekt. Nog na 10 jaar. Bereik je dat, Kimmy? Ik denk... Met elkaar blijven communiceren. Altijd zullen er wel wrokken
in je zitten, zeg maar. Spreek het gewoon uit. En vertrouw elkaar en geef elkaar gewoon de ruimte. Want zoals ik in het begin al zei, je vriend is niet je enige leven. Daarnaast deed je ook gewoon andere dingen. Blijf die dingen gewoon doen. Blijf je eigen doelen gewoon. Behoud je gewoon aan je eigen doelen die je had gesteld voordat je met je partner ging. En blijf gewoon je eigen ding doen. En ja. Voordat ik naar jou ga. Ik heb dus twee mooie dingen gehoord in alles wat jullie zeiden. En dat een mooie tip was dat je zei van, hey, blijf individu. Mm-hmm. Ondanks jullie samen een team zijn. Mm-hmm. Maar blijf gewoon jouw ding doen. Ja. Dat vond ik mooi. Dat communiceren ding. Meestal zeggen ze, vrouwen zijn goed in communiceren. Vrouwen zijn goed in praten. Mm-hmm. Maar communiceren is niet per se iets wat ze een skill die ze... Gerardo, you and me? Ja, zeker, 100. Want zomaar claimen 100. Vrouwen dat ze goed kunnen communiceren. Ze zouden gewoon praten. Dat is iets anders. Praten. Maar inderdaad, communicatie. Niet alleen in een relatie met je vrouw of met je lover. Maar op alle gebieden kan zoveel redden. Kan zoveel nonsens niet laten bestaan gewoon door goede communicatie. Dus dat sowieso. Ja. Wie communiceert het best? Even nog een spelletje zonder bord. Wie communiceert het best van jullie twee? De binnenvetter zegt dat hij goed communiceert. Nou, ik vind dat ik dat wel doe. We got beef. Ja, jij vindt dat jij goed communiceert. En jij vindt de momenten dat je praat, dat jij dan goed praat. Ja, ik praat sowieso wel, hè? Ja. Maar ik communiceer het best. Ja, maar dat vindt hij, omdat... Als hij dan zeg maar gaat praten, dan kom ik dan weer boos over. En hij weet zichzelf altijd rustig te houden. Ja. En ik ga dan schreeuwen of weet je. Dat is manier van praten. Echt communicatie. Ja, maar voor Erik, dat is niet goed. Hè? Maar kom je weer tot jezelf op een gegeven moment daar. Want dat helpt niet in communiceren. Hè? Ja, na heel veel tranen, snot, baba. Dan kom ik weer tot mezelf. Ja. Maar wat ook heel belangrijk is, dat je met elkaar communiceert. Want wat heel veel jonge meisjes doen, wanneer ze ruzie met hun partner hebben, als ze met hun vriendinnen praten. De slechtste consultants die er zijn. Ja, met hun vriendinnen of met familieleden, nichten, beste vriend. Dat is echt een no-go. Dat heb ik eigenlijk nooit echt. Ik heb dat nooit gedaan, nooit. Okay, ik heb het één keer wel gedaan en... Het advies dat ik kreeg van, je moet hem echt loesel, je verdient veel beter. Weet je, dacht ik van... Maar zij zit niet met die vierie waarmee jij zit. Nee, het is makkelijk. Het is altijd makkelijk. Die ene vriendin die zelf vrijgezel is, die altijd problemen met weet haar... Weet je over wie ze het heeft? Het is altijd... Stuur de formula. Let me put the strings. Dat hier, hè? Ja, dus dat is echt heel belangrijk, dat je gewoon met je partner praat en niet met derden, zeg maar. Ja. Oké, mooie tips. Jij dan? Niet per se expert, maar wel iemand dus 10 jaar in een relatie, still going. Wat zou jij meegeven aan de mannen? Die de behoefte hebben aan van, hey, ik wil ook zoiets. Of... Ik asking for someone. Ja, ik zeg altijd, geef elkaar die ruimte. Dat is belangrijk. Dus als ik ergens door wil gaan, dan moet je niet zeggen, nee, blijf hier. Ja. Want dat wil ik niet. Ik had een teamgenoot van mij op trainingskamp. Maar op trainingskamp in Malaga. En die guy was gewoon de hele dag op zijn kamer. Ja. Omdat zijn wife niet wilde die naar buiten ging. Dan ben je op trainingskamp, Spanje, mooi weer. Je kent het verhaal. En dat is niet belangrijk, mooie vrouw. Nee. Maar dat zijn zeg maar zo'n voorbeeld. Van geef elkaar die ruimte. Ja. Zo iemand, het is niet fijn, zeg maar. En ik zeg altijd, als je dan al tekort komt. Is het voor de langere periode wordt het gewoon lastig. Ja. Weet je, want later ga je misschien meer geld verdienen. Dan denk je, hey, kom even naar Londen, bijvoorbeeld. Je kan niet gaan, je weet al, het gaat nooit wat worden. Ja. Dus je stelt de koers aan, zeg ik, die ruimte is belangrijk. Uh-huh. Zo groeien met elkaar. Uh-huh. En ik zeg ook, wat mij echt heeft geholpen is, Matties mogen Kimberly en Kimberly mag van Matties. Snap je, dus ik hoef niet 2 levens te leiden. Ook die 3, no? Ze mag ze. In die setting. In die setting. Maar ja, dan hoef je niet 2 levens te leiden. Dus dan is het gewoon 1. Ja. Dat helpt ook. En ik denk... dat is het belangrijkste voor mij, denk ik. Vertrouwen en die 2 dingen. Ja. It's a beautiful thing. Ik ga jullie een beetje op de spot zetten. Alleen omdat ik het mooi vind wat jullie hebben. En jullie hebben ook met me gedeeld. En het is alleen maar mooier geworden. Omdat ik zie, het is echt. Het is real.
Zelf die puff door. Ik zei, oké. Okay. Wat ik dus jullie wil vragen. En net ten ere van jullie 10 jaar. Hè? Want voor jullie is het waarschijnlijk vanzelfsprekend. Ik zeg altijd, als je lang met elkaar gaat, op een gegeven moment wordt het gewoon een familielid. En wordt het gewoon van, ja, adapé. Diegene is daar. En je kan ook niet voorstellen dat diegene er niet is. Weet je? Ja, precies. Gewoon, weet je? En dan moet je dus zorgen dat nog die love en die romantiek en die seks en alles er nog in blijft. En dat soort dingen. En om dat te vieren met jullie wil ik mezelf terugtrekken. En dan wil ik aan jullie vragen of jullie in een zin, in een paar woorden, in heel veel woorden, jij richting hem kan zeggen. Mm-hmm. Wat 10 jaar met Serrano betekent en omgekeerd. 10 jaar, moet ik zo gaan zitten? Ja, het is niet naar mij. Oh jee. Ja. Heftig, ja, hoor. Ja, ja. Lekker, hoor. 10 jaar met Serrano. In een paar woordjes? Nee. Ja, kan maken. 10 jaar met Serrano. Ja, 10 jaar met Serrano is heel veel. Was heel veel lachen, plezier, huilen en heel veel goals behalen. Heel veel hoogtepunten, goals behalen. Veel samen mogen meemaken. En veel van elkaar mogen leren ook. We hebben veel van elkaar geleerd. Ja. Serrano, wil jij richten richting Kimberly? Ik trek me uit dit verhaal. Ik heb er niets mee te maken. 10 jaar met Kimberly. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor jou? Ja, een beetje hetzelfde woorden, maar 10 jaar was vooral heel veel groeien met elkaar. Heel veel plezier. Heel veel lachen. Heel veel ontdekken. Wat heb je ontdekt? Wat heb je ontdekt? Als je niet komt in een bepaalde fase van je leven, dat je dingen gaat ontdekken. Dus, jullie waren vroeg begonnen. Ja. Ja, toch? Dus, ik trek me weer terug, zoals ik dat beloofd. Heel veel, ik heb ze ook van elkaar leren, maar we hebben heel veel samen moeten doen. We waren heel veel met elkaar samen, dus wij waren eigenlijk hetgeen, want die gingen wel naar buiten. Maar we hebben samen veel gedaan. Ik denk heel veel dingen geleerd. Elkaar leren vertrouwen, huishoudelijk. Dus je eerste, mijn eerste vriendin. Die ik in huis heb gehad. Dus ook ontdekken hoe het is om met iemand samen te wonen. ontdekken wat voor mij denk ik echte liefde is. En dat je moet koesteren. En wat je ervoor moet laten vallen, om zo te zeggen. Ik denk dat... Amen. Kom eens aan. Nee, I love it. Mooi man. Black love. Gefeliciteerd nogmaals. Hey, dankjewel dat jullie deze Serrano Lobby met mij zijn komen delen hier in Gilly's Love Line. Ik zeg altijd even, it ain't about love, it ain't about nothing. En we hebben een portie liefde gehad vandaag hier. Hey, je kan me volgen op social media. Hè? Als je een bericht achter wil laten, als je wil abonneren op YouTube. Comments op YouTube zou ik heel erg leuk vinden als je dat doet. Op alle socials, @GillyRutu. Waar kunnen we die leuke vlogs van jullie zien? Kimberly Wolf, daar kan je het vinden. Kimberly Wolf, check haar op YouTube, leuke vlogs. Is er nog iets wat je wil promoten, iets wil zeggen? DM, alles voor samenwerking, al die dingen daar. Ja, toch? Dan zal ik kijken, DM. Gewoon doen, een leuk koppel. I said it, if it ain't about love, it ain't about nothing. Daarom moet je ervoor zorgen dat je volgende aflevering weer kijkt. Tot de volgende date. Yeah! Thanks for having us.